Nou, welkom. Leuk dat jullie luisteren naar de allereerste aflevering van Het Zee Podcast. Het is de Harlingen podcast over het leven in de zeehavenstad van Friesland. In deze aflevering krijgen eigenlijk de bewoners de ruimte om een dialoog aan te gaan met de bestuurders, met burgemeester en wethouder. En nou ja, het gaat eigenlijk over wat hier gebeurt in de stad en hoe we het leven nog mooier kunnen maken hier in Harlingen. En de eerste aflevering die begint eigenlijk best wel heel erg leuk. Want eigenlijk mag ik niemand minder dan onze eigen burgemeester Roel Sluiter verwelkomen. Dankjewel. Sinds 2012 burgemeester van Harlingen namens de PvdA. Nee. Niet? Ik ben burgemeester voor iedereen en ik sta als burgemeester boven de partijen. Maar ik ben lid van de PvdA. Ja, precies, duidelijk. Maar u gaat ook binnenkort het stokje overdragen. Klopt. Ja. 31 mei. 28 mei, dan is het gedaan. En dan leg ik mijn ambtsketen af. Ja. Precies. Maar u bent wel enthousiast over dit nieuwe project. Ja. En ik kan me voorstellen dat je aan het eind van een ambt misschien denkt, nou, ik weet niet of ik aan zo'n nieuw project moet gaan beginnen. Waarom kies je er dan wel voor om binnen te stappen in zo'n project als dit? Nou, ik denk dat het goed is. Ik denk, het is nieuw dat je zo'n podcast maakt en gesprekken met verschillende groepen inwoners van de stad maakt. Maar ik vind het vooral belangrijk nu met twee jongens te praten in deze heel bijzondere tijd natuurlijk. Dat hele gedoe met corona en alles wat niet kan. Wat vooral voor jongeren natuurlijk, nou dat is niet nieuw dat ik dat zeg, maar voor jongeren ook hartstikke lastig is. Het is saai, het is vervelend, allerlei dingen die je graag zou willen doen mogen niet. Nou, dan denk ik dat het goed is daar eens even over te hebben. Nee, heel mooi. Wat hoopt u te halen uit dit gesprek vandaag? Nou, iets meer weten hoe zij dit beleven deze tijd. Dit is een tijd dat je opgroeit, dat je ontwikkelt, dat je langzaam echt mens begint te worden. Nou ja, dan is dit wel een hele bijzondere tijd natuurlijk om dat mee te maken. En wat doet dat met je? Wat denk je daarvan? Wat vind je daarvan? Hoe beleef je dat? Nou, dat is wel interessant natuurlijk om dat te horen. Ja, absoluut. Fijn, komen we misschien zometeen op terug. Want u gaf aan hoe zij het meemaken, maar we weten op dit moment nog niet eens wie zij zijn. Nee. Naast mij zitten ook David en Jort, allebei 15 jaar, woonachtig in Harlingen, student aan de Maritieme Academie. Kan je wat over jezelf vertellen, David? Nou, ik ben David, ik woon in Harlingen, ik ben 15 jaar, ik zit op de Maritieme Academie. En wat ik het liefste doe is gewoon een beetje buiten rondhangen en een beetje chillen en zo. Een beetje relaxed. Nee, heel fijn. Hoe verbonden voel jij je met de stad Harlingen? Ja, het is mijn geboorteplek. Dus Harlingen is zeg maar wel gewoon mijn stad. Mijn stadje. Mijn stad, thuis. Ja, mijn thuis. Ja, fijn. Heel goed. En naast jou zit Jort. Ja. Ook 15 van de Maritieme Academie. Hey, en waarom wou jij nou heel graag in gesprek met de burgemeester? Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is, omdat wij als jeugd wat meer in contact staan met de mensen die deze stad leiden. Met de hoge heren, zeg maar. Om ook te laten zien hoe wij het ervaren, zeg maar. Wat wij van de stad vinden en zo. En wat wij vinden dat beter kan en wat goed is en zo. Dus het is belangrijk dat ook de jongeren een stem krijgen, dat is eigenlijk wat je ja, zegt. Ja, precies. En daarom zei je van, nou, dan wil ik wel aanschuiven. Nee, heel mooi. Hey, zoals ik al aankondigde, ik heb een aantal stellingen voorbereid die we gewoon gaan behandelen. En als één wat langer duurt dan een ander, dan is dat natuurlijk oké. En misschien komen we niet aan alles aan bod. Maar ik wou meteen wel eigenlijk openen met een stelling die ook jullie wel heel erg aangaat, denk ik. Jongeren hebben het, in vergelijking met andere groepen, het zwaarst momenteel in deze coronacrisis. Wat vind je ervan, David? Mee eens. Eens? Ja, zeker weten. En waarom zeg je dat zo? Jongeren, ik vind jongeren die spelen lekker buiten, willen met vrienden zijn en willen gewoon in contact zijn met mensen, zeg maar. En door deze coronatijd gaat het een stuk moeilijker. Anderhalve meter, overal mondkapjes op, avondklok bijvoorbeeld, ja. Je moet gewoon op tijd thuis zijn. Je bent, nou, ik zelf voel dat niet zo, maar ik heb wel gehoord dat mensen, jongeren, volledig zich alleen voelen en zo.
dat ze daardoor niet meer willen leven en dat soort dingen. Zo. Dat vind ik best wel eens zwaar of zo. Dat is wel heftig. Dat vind ik best wel heftig. Ja. Dat is, ik hoop niet dat jullie dat zelf hebben. Nee, zelf hebben we dat totaal niet. Nee, echt niet. Maar jeetje. En dan hoor je dat hoor je in het nieuws of zo? Ja, of? Nieuws en gewoon op social media en zo. Ja, het is een hele heftige periode, meneer de burgemeester. Ja. Wat vindt u van deze periode? Ja, je gaat meteen ook naar het verst. Hè? Wat af en toe inderdaad gebeurt, dat er jongeren zijn die het in deze tijd, waar je veel minder anderen kunt ontmoeten, dat je zo eenzaam wordt dat ze daar de uiterste consequentie uit trekken. Ik hoorde het gisteren, iemand die bij mij in de straat woont, die begeleidt studenten. En daar gebeurt dat heel enkel ook. En dat is verschrikkelijk. En dan zie je hoe ernstig eenzaamheid bij sommigen kan toeslaan. En misschien is er dan bij degene die dat overkomt, hè, die zo'n stap zetten, misschien ook wel meer aan de hand. Maar het betekent wel hoe hard dat aankomt, ook bij jongeren. Nou, jullie zeggen nee, gelukkig, hè, van nee, dat doen we niet. Hè. Ik denk ook dat je gewoon dat heel ver van je af moet houden. Je leven is het allerbelangrijkste dat je hebt. Zeker. Maar het tekent wel hoe lastig en hoe zwaar dat is. En wat het inderdaad ook voor eenzaamheid geeft, dat je niet gewoon vrijelijk, zoals je gewoon wilt, met anderen in contact kunt komen. Of het met de stelling, of het het allerergste is voor jongeren, dat weet ik niet. Want er zijn ook anderen die heel heftig getroffen worden. Hè? Om eens één groep te noemen, alle mensen die hier een horecaonderneming hebben in Harlingen. Zeker. Die al maanden dicht zitten. Gewoon geen cent verdienen. Wel de lasten van hun pand hebben. De contacten met hun leveranciers en van alles en nog wat. En er komt niemand binnen. Los van de gezelligheid die er allemaal niet meer is. En het gewoon het normaal je bestaan uitoefenen. Maar dat kan soms mensen echt tot de ondergang brengen. Hè? Dat je zaak failliet gaat, dat je je bestaan dus echt enorm veel schade oploopt. Dat vind ik ook heel erg. Er zijn heel veel oudere mensen, die natuurlijk gewoon echt hele oude mensen, hè, die periode dat mensen in verzorgingshuizen, vlak voor die vaccinatie, helemaal opgesloten zaten. Nou, echt opgehokt in hun eigen kamer, niemand mocht te zien. Dat is ook gruwelijke eenzaamheid geweest. Hè? Goddank worden die nu gevaccineerd en kunnen ze weer een beetje iets normaler doen. Maar het is, zo kun je allerlei groepen in de samenleving wel onderscheiden voor wie dit heel erg is. Maar ik bagatelliseer het absoluut niet wat de effecten voor jongeren zijn. Het is gewoon hartstikke waardeloos. Ja. Wat vind jij ervan, Jort, als je de burgemeester zo hoort? Ja, ik geef de burgemeester zeker gelijk. Want voor de horeca is het natuurlijk ook heel erg, want ze verdienen gewoon nagenoeg niks meer. Alleen ik denk wel dat de jongeren op lange termijn uiteindelijk de grootste schade oplopen hieraan. Ook dat de scholen dicht zijn geweest, de sociale contacten die ze kwijt zijn. Ik denk dat daar later wel veel problemen van gaan komen. Ja, maar dat zou best eens kunnen. Hè? Dat is wat je zegt, van dat weten we allemaal nog niet. Hè? Nee. Wat dat op lange duur met je doet. Ja, ja. Andere kant, één nuttig bijeffect is er wel weer, dat je in één klap ziet hoe mooi school en hoe nuttig school ineens was. Hè? Ja, ik heb het ook. Ja. En hoe je dat kunt missen. Ik ben geen fan van school, maar in die tijd dat we thuis zaten toen. Ja, je miste school wel een beetje. Ja. Maar vooral ook het feit van de online les, dat is gewoon waardeloos. Ja. Heb je moeite met de online les? Ja, online school? Ja, ik tijdens online lessen heb ik gewoon niks gedaan. Ik maakte geen één keer mijn huiswerk, ik heb niks geleerd. Ik was aanwezig in de les en dat was het dan ook. Dus motivatie had je er niet voor. Nee, en ja, dat nakt wel je cijfers. Dat heeft wel mijn cijfers genakt. Nou, dat haal ik dan wel weer op. Maar dat was zeker niet ideaal. Dat was anders geweest als je gewoon fysiek op school was. Ja. Dan was je wel wat fanatieker geweest. Maar dat was heel apart. De eerste week dat we op school waren, heb ik ook gewoon meteen weer al mijn werk gedaan, zeg maar. Al het werk wat ik kreeg, dat maakte ik dan ook meteen. En dat is dan wel echt het invloed van in een klas zitten. Met een docent die je gewoon kan helpen. Want ja, dat is met online les gewoon heel moeilijk.
Ja, nou ja, begrijpelijk denk ik. Is dat voor jou hetzelfde? Ja, ja, zeker weten. Absoluut. Online les, dat is niks. Jullie hebben alleen maar online les momenteel, of mag je af en toe nog wel eens naar school? Nee, wij zijn gewoon, gaan gewoon naar school, ja. Oh, wat fijn. Zeker weten. Goed. Heel fijn. Ja, wel op maatregelen en dan niet volledige dagen op school draaien, maar halve. Maar toch heb je wel school en dat is wel beter dan de online les. Merk je dat ook weer in je resultaten weer terug? Of? Ja, zeker weten. Absoluut. In de online lessen heb ik heel veel onvoldoendes gehaald en nu loop ik alleen maar voldoendes. Dus dat is heel mooi. Ja, dat is heel mooi. Goed bezig. Ja, heel fijn. Nee, hartstikke mooi. Wil ik eigenlijk nog even een stelling erin gooien. De gemeente doet genoeg om jongeren te helpen in deze coronacrisis. Misschien een beetje een groot begrip, genoeg doen. Wat doet de gemeente bijvoorbeeld op dit moment? Nou ja, we proberen van alles te organiseren. En dat doet vooral ook het jongerenwerk hier. Hè. Allerlei activiteiten, zeker in deze ruimte ook zijn die geweest, maar ook buiten. Buiten deze gelegenheid zijn er voor allerlei activiteiten zoveel mogelijk gevarieerd voor zoveel mogelijk jongeren. Maar het is inderdaad dat doet natuurlijk niet iedereen ermee. Ik denk dat er een categorie is die zich zelf altijd vermaakt, hè, die zich daarvan afkeert. Er is een categorie die het met beide handen aangrijpt en anderen moeten een beetje overgehaald worden om mee te doen. Maar het is belangrijk of dat bij jullie bijvoorbeeld aan is gekomen, of je daarvan weet, of het goed bekend is gemaakt, of je, nou ja, wat je er eventueel van gevonden hebt. Ja, nou ja, er is op zich wel, bijvoorbeeld op school hingen posters over wat er allemaal te doen was. En ik kreeg een berichtje zo van, dit is zeg maar de planning, dit zijn alle activiteiten die er de komende tijd te doen zijn. Nou heb ik me persoonlijk zelf, heb ik er aan één meegedaan. En de rest, dat was het lazy game. Ja, ja. Daar heb ik aan meegedaan. Ja, die was wel heel populair. Ja, die was wel heel leuk. Dat was heel leuk, ja. En nou ja, ik was ook wel van plan om eraan meer mee te doen. Alleen, ja, uiteindelijk, dat is gewoon, was ik het vergeten, had ik andere dingen gepland. En ja, dan valt dat weg. Maar ik denk wel dat er genoeg kennis is. Over, er is genoeg verteld over wat er mogelijk was. Ja. Oké. Ja. Dus er waren wel genoeg mogelijkheden om jezelf te vermaken. Vermaak jij je een beetje in deze tijd? Ja, ik vermaak me wel. Ik doe lekker mijn dingetje. Ik ga een beetje met vrienden afspreken en zo. En ik heb zelf ook meegedaan aan activiteit. Ook lezen game. Oh, leuk. Ja, dat was zeker heel leuk. Maar ja, wij vermaken ons wel. En ik denk ook zelf wel dat er genoeg te doen is voor iedereen. En heb je daar ook alle ruimte voor? Heb je genoeg hangplekken bijvoorbeeld hier in de stad? Of vind je dat er wat... Nou, hangplekken, dat zijn er niet heel veel. Nee, maar dat is ook nu ook weer lastig. Ja. Want je, als je met z'n tienen bij elkaar bent, dan ben je alweer met veel te veel. Precies. Dat is ook weer niet de bedoeling. Dat mag dan weer niet. Hè? Dus, ja, dus dat is allemaal lastig nu. Ja, klopt. Ja, dat is een lastig probleem. Ja, dat is een lastig probleem. Maar als David nou zegt van, nou ja, ik vermaak me wel en ik doe mijn ding wel. Ik denk van, het is ook een beetje je eigen veerkracht, hè? Dat je gewoon denkt van, ja, nou, ik laat me er ook niet onder zitten. Ik ga niet deze weken in chagrijn doorbrengen, maar ik blijf wel een beetje opgewekt. En dat is ook wel een beetje de indruk die ik van jullie heb. En ik hoop dat dat gewoon voor de overgrote meerderheid van de jongeren geldt. Dat ze er toch wel weer doorkomen, dat ze zich toch vermaken, dat je toch ruimte ziet ergens. Maar het is, ja, allemaal een beetje waardeloos. Ja, dat is natuurlijk wel moeilijk om positief te blijven natuurlijk. Ja, toen wel. Maar goed, dat heeft iedereen. Hè? Dus iedereen in Nederland heeft dat af en toe. Ik heb dat ook wel. Ik zit natuurlijk ook altijd dat schermpje te vergaderen. Nou, dat is echt een stuk minder leuk dan als je mensen gewoon ontmoet. En flauwekul kunt hebben. En gewoon ook eventjes na- en voorvergaderingen wat kunt uitwisselen. Dat kan allemaal niet. Dus dat is ook vervelend. Mijn zoon die is net aan het werk gegaan ergens. Heel veel mensen in het bedrijf waar hij werkt, kent hij alleen maar van zo'n plaatje op zijn scherm. Ja. Gewoon niet echt. Ja. Nou, allemaal dat soort dingen is allemaal niks. Maar ja, het komt tot een eind. Ja, klopt. Ja, er komen weer normale tijden aan. Nou, laten we het hopen, toch? Nee, maar ja, we moeten ook een beetje in geloven natuurlijk. Ja, dat sowieso.
Helemaal dat dit virus weg is, denk ik niet. Ik heb net gisteren een prik gehad. En dan, en over 2 maanden krijg ik dan de volgende en dan ben ik helemaal beschermd, begrijp ik. En dan, maar dan volgend jaar, dat werkt een jaar geloof ik zoiets, dan moeten we allemaal weer natuurlijk. Dus dan gaat het hele circus van die vaccinatie weer beginnen. Dus kijken hoe ze het dan regelen, stukken beter denk ik dan nu. Ja, maar, dat hoop ik wel. Maar het is niet helemaal weg en het zal wel niet helemaal normaal, maar een stuk normaler. En dat we allerlei dingen weer kunnen doen, dat komt er denk ik echt wel aan. Dat denk ik ook wel. Het is denk ik wel belangrijk dat je gewoon positief blijft. En dat lukt jullie denk ik ook wel als ik jullie zo hoor, toch? Kijken jullie een beetje positief naar de toekomst ook? Gewoon na de coronatijd? Zeker. Wat is nou het eerste wat je wil gaan doen als het weer een beetje kan? Nou, lekker met veel man kunnen gaan buiten een beetje plekjes rondhangen en zo. Gewoon een beetje chillen met veel man in plaats van met z'n, hoeveel is het nu? 2, 3? Dat je met z'n buiten kan zijn. Dat is wel weer lekker, hè? En gewoon ontspannen, ongedwongen, niet over na hoeft te denken. Ja, precies. Ja. Dat je gewoon weer lekker normaal je eigen ding kan doen. Zonder dat je erbij moet stilstaan. Mondkapje op. Ja, dat is lastig. Ja. Heb je hem weer niet bij of zo, weet je wel. Heel moeilijk. Dan ga je weer terug naar huis. Ja, dat is moeilijk. Ja, heel lastig. Heel vervelend. Nou ja, je zegt nou winkel, hè? Dat is ook nog zoiets. Je kunt niet zomaar alle winkels zomaar in. Hè? Je kunt heel veel winkels die niet essentieel zijn. Nou ja, moet je afspraken maken, moet je maar afwachten of je er gewoon zo in kunt. Dat is lastig allemaal. Dat vind ik ook. Dat vindt ook iedereen lastig. Ook niet gezellig natuurlijk. Nee. En ook voor die winkels ook niet goed. Ja. Ja, heel vervelend. En dan hopen we dat er betere tijden komen, wat dat dan gaat. Positief blijven is denk ik wel een heel belangrijke tip. Ik vind dat, en dat geldt ook voor jongeren over het algemeen, hè, dat het heel knap is voor de meesten, zoals ze hun eigen veerkracht laten zien. En ik vind dat eigenlijk wel voor onze hele samenleving. Hè, en, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die, jongeren hebben het nou over gehad, wat die dan zo beleven. Maar ook winkeliers, mensen die een café hebben, die kunnen wel ontzettend chagrijnig worden natuurlijk. Maar dat het nog steeds, dat er nog steeds hoop is, dat er nog steeds nieuwe dingen bedacht worden. Ik heb gisterenmiddag gesproken met een aantal mensen die evenementen organiseren hier in Harlingen. Ook allemaal moeilijk natuurlijk. En we weten ook niet wat er allemaal mogelijk is straks. Maar ze zijn wel bezig met denken. En dat is wel heel, hè, over wat er straks weer mogelijk is. Wat je aan leuke dingen kunt organiseren. Dat is wel heel goed en dat vind ik wel heel knap. Ja, heel knap. En er zijn er ook wel een paar jongeren die hebben een beetje in de voorstraat een beetje geklier uitgehaald afgelopen winter. Die vond ik dan weer wat minder knap, maar goed, daar komt ook allemaal weer goed. Wat vonden jullie daarvan trouwens toen jullie hoorden dat een aantal jongeren een gebiedsverbod hadden gekregen? Ik weet niet of die jongeren... Dat was tijdens zo'n coronaprotest, toch? Ja, nou dat is wel, dat is wel mooi dat je dat zegt, hè? Want ik denk ook wel dat die verveling er voor een deel in zat. Ja. Hè? Ja. Dat het gewoon... Klopt. Kan niks, mag niks, nou, zo wijs wat laten zien. Hè? Ja, dik vuurwerk, ruitjes ingooien, bewoners uitschelden. Maar dat vond ik wel een beetje jammer. En vooral omdat het zo lang doorging. En vooral voor die bewoners natuurlijk. Dus dat was dat op den duur niet meer te vertragen, die overlast. Maar ik zie, het waren er een aantal, hè, die dat bij ons deden. En ik zie dat lang niet overal en ik zie dat bij de overgrote meerderheid van jongeren niet. Dus denk ik van nou, dat is een beetje stom dat die dat gedaan hebben, maar al die anderen doen het niet. Ja. Hè, en we hebben ook wel jongeren waar we eens wat vaker naar kijken, want er zijn wel eens dingetjes en zo, en die zaten hier ineens helemaal niet bij. Dus dan denk ik van nou, dat is super, hartstikke goed. Ja, ik vind dat redden sowieso een beetje... Ik vind dat sowieso een beetje dom, zeg maar. Want ook met die grote rellen zoals Amsterdam en Rotterdam en zo. Dat, ja, aan de ene kant kon ik het wel begrijpen waarom ze dat deden. Alleen ik denk dat er ook gewoon veel mensen zaten die dachten gewoon zo van... we gaan mooi maar even wat kapot maken, want dat vinden we leuk. Dus dat het al bijna geen coronaprotest meer was. Nou ja, dat vond ik zonde. Dat had voor mij ook niet gehoeven. Ja. En dat ze dat dan hier in Harlingen doen, is wel ja, vind ik gewoon een beetje dom. Onnodig.
Ik bedoel, dat je wil zeggen dat je het er niet mee eens bent, oké, maar ga dan niet dingen slopen van andere mensen. Ga dan niet andere mensen lastigvallen, want dat is gewoon... Het is niet hun schuld, dus waarom moet je hun dan kapot maken, aangezien hun het ook moeilijk hebben? Ja, daar ben ik het met je eens. Ja, dat zijn, ja. Heb je het mooi verwoord. Ik denk dat het ook een mooi einde is van de allereerste aflevering van Ed Zee Podcast. Bedankt, meneer de burgemeester. Bedankt, Jort. Bedankt, David, voor jullie deelname. Bedankt dat jullie hebben geluisterd naar de allereerste aflevering. Ik hoop dat het leuk was en dat jullie naar de volgende keer ook willen luisteren. Dan heb ik weer twee nieuwe jongeren te gast en schuift wethouder Erik de Groot aan. Tot de volgende keer.